Nou, het is nu 10 uur in de ochtend. Is iedereen er klaar voor? Ja. Ja, volgens mij is iedereen daar klaar voor en iedereen kijkt er enorm naar uit. Ik heb ze net als iedereen op tv gezien. Ik kom wel uit Oegstgeest, dat is vlakbij Wassenaar, waar zij wonen. En daar zag je wel regelmatig de auto voorbij komen met koningin Maxima en de kinderen die naar school gebracht moesten worden. Ik heb de eervolle taak om namens Goren de Hof van Twente het koningspaar te mogen ontvangen. Dat doe ik samen met de commissaris van de koning, Ank Bijleveld. Dat doe ik ook samen met Peter den Oudste, die burgemeester is van Enschede. En ook namens de Twentse gemeente een aantal dingen zal doen. Ik denk dat altijd als het koningspaar ergens heen gaat, dat dat belangrijk is voor de plaats waar ze heen gaan. Je staat letterlijk en figuurlijk ineens op de kaart. Mensen die niet wisten waar Goor lag, weten dat nu, straks. Dus dat is belangrijk en het is gewoon fijn om dingen te kunnen laten zien. En dat komt allemaal op tv en daar kunnen alle Nederlanders van meegenieten. Dus dat is belangrijk, ja. Vandaag was het natuurlijk extreem warm. Ja, nu is er een onweersbui nadert. Hebben de gemeente en hulpdiensten nog maatregelen genomen? Ja, gisteren hebben we ons voorbereid op heel warm weer. Dat betekende extra tappunten, met name voor de kinderen op het plein, want die staan het langst in de zon. Met de scholen zijn afspraken gemaakt, extra hoedjes op, zonnebrand, nou noem het maar op. EHBO extra, politie brandweer paraat. Vandaag concentreren we ons meer op het weer. De warmte zal waarschijnlijk toch wat minder zijn. Maar onweer is er wel. Daar kan het KNMI ook wel de nodige voorspellingen over doen. Daar moeten we echt rekening mee houden. Dus de politie is daar ook al samen met de brandweer mee bezig. Kende u Goor voordat u burgemeester werd? Ik ben heel veel jaren in Holte op vakantie geweest. We hebben heel veel gefietst. En ik moet zeggen, Goor als zodanig kende ik minder dan bijvoorbeeld landgoed De Twikkel. Want daar ga je natuurlijk heen als je hier in de buurt aan het fietsen bent. Dus Delden kende ik, Diepenheim kende ik. En inmiddels, ik woon in Goor, ken ik Goor ook. Ja, ja. En wanneer hoorde u voor het eerst van het fenomeen School en Volksfeest? Dat is een goeie. Nou, daar hoorde ik enkele weken geleden van. En nu staat er een enorme tent voor mijn neus. Dus ik word met de neus op de feiten gedrukt. Mooi feest wordt dat. Ja. Ja, gaat u nog naartoe? Jazeker, ja. Oké. Okay. Ben ik ook wel benieuwd naar van wanneer hoor ik voor het eerst dat er een doorgang in het gemeentehuis is om bier in de tent te krijgen? Wethouder Eshuis, Ben Eshuis, zei tegen mij: Ellen, weet jij dat er tappunten op het plein zijn voor bier? Ik keek hem ongelovig aan en zei: natuurlijk, meneer de wethouder, ik geloof er niks van. Een dag later legde Aten, de voorzitter van Stichting 750 Stad Goor, 750 jaar Stad Goor, mij uit: ja, nee, het is echt zo. En toen kreeg ik dus de rondleiding door het gemeentehuis met de bier. Ja, het is werkelijk fantastisch. Volgens mij heb je geen gemeentehuis in Nederland wat dat heeft.